Nadat de kogger 14 dagen in Zutphen was geweest, vertrok hij nadat de mast weer was gestreken naar Doesburg, waar ze na de Hanzedagen het 777 jaar bestaan vierden. En daar was natuurlijk ook de kogger bij uitgenodigd. Venders zijn hier los. Alle drie venders los. Annemie. Die houden we nog hoor. Die houden we.
Dames en heren, hartelijk welkom. Namens het bestuur van Doesburg 777. Het is in honderden jaren niet gebeurd dat een koggeschip in Doesburg kwam. En nu komt hij, dus het is een historisch moment. Het koggeschip zelf is een middeleeuws handelsschip. Het is oorspronkelijk in 1336 gebouwd. Is gevonden in de Flevopolder en is daarna is hij exact nagebouwd. Het lijkt op een schip uit de Efteling, maar dat kan niet, want de Efteling is veel lager. Dus dit is echt het origineel wat gebouwd is. Daar hebben een aantal jongeren hebben daar 4 jaar lang aan gebouwd om dit schip na te bouwen. Het komt uit Kampen. Burgemeester van Doesburg, Gosse Noordhuur. Schippen, jongeren en bemanning. De Vrije Hansestad, Doesburg, haar inwoners en haar bezoekers heten u hartelijk welkom. Ik moet u zeggen dat ik weer een beetje aan de magere kant vind, dames en heren. Dank u wel. Schipper, we zijn buitengewoon blij dat u hier in Doesburg bent aangekomen. We realiseren ons eigenlijk niet dat we met dit soort scheepjes naar Lübeck werd gevaren, naar Hamburg werd gevaren, maar ook naar Engeland werd gevaren. En dat maakt ons wel een beetje onder de indruk. Ik heb net u gehoord dat als u naar bed gaat in het veronder hier slaapt, en dat gebeurde 600 jaar geleden ook. En dames en heren, realiseert u zich wel dat 600 jaar geleden aan dezezelfde kade flink wat van deze schepen lagen die op en neer voerden naar Zwolle, naar Kampen, naar Lübeck enzovoort. Okay. Schippen, welkom in Doesburg. Dank u wel. We hebben een cadeautje voor u. 777 jaar geleden, dames en heren, maakten wij in deze stad bier. En dat doen we nog. 777 jaar geleden maakten we in deze stad kaas. En dat doen we nog. En dat verkochten we Europa bij. En ik mag u dit graag overhandigen. En ik zou zeggen, veel plezier ermee. Alsjeblieft. Dank u wel. En als de kogge is hier net aangemeerd en de burgemeester die heeft een geschenk ontvangen. En dan gaan we vragen van hoe hij het nou vindt. Zo'n historisch schip hier in Doesburg. Nou, ik ben onder de indruk. Ik heb zojuist het verhaal namelijk gehoord van hoe deze schepen ook de zee overgaan. Dat het schip 80 ton weegt en dat er echt heel veel goederen in konden. Dat dat toch 600 jaar geleden zo gebeurd is. Dat realiseren we ons niet zo goed, denk ik. We zijn er wel allemaal verwend, hè? Ja, ja, ja. En tegenwoordig gaat het over de weg. Of het gaat in grote containers. Het lijkt buitengewoon primitief. Maar ze deden het toch maar zoveel 100 jaar geleden. Ja, ja. Maar nou is hij in de stad. Ik bedoel, vanwege? Nou, Doesburg bestaat dit jaar 777 jaar. Daar hebben we 7 activiteiten voor bedacht. En één van die activiteiten, dat is zeg maar het Hanse Waterkant Festival. Waar een onderdeel het aanmeren van het koggeschip is. Ja, ik geloof dat jullie nog van feestjes houden, of niet? Als burgemeester zeg ik, we houden wel van erg veel feestjes. Ja. Ja, we hebben net de Doesburgse Hansendagen gehad en nou dit weer. Ja, we hebben de Hansendagen gehad, we hebben de kermis gehad. En volgende week hebben we 4 dolle dagen. Dus het houdt niet op. Veel plezier. Dankjewel.